fixers en chauffeurs zijn, en vertalers zijn voor journalisten in gebieden zoals hier nu in Oekraïne echt van levensbelang op zoveel manieren. Ik kan niet werken, of ik moet al heel lang op een plek aanwezig zijn, of, hè, en ik moet de taal spreken, wil ik zonder fixer kunnen werken. Nou, ik spreek de taal hier niet. Ik ken het gebied ook niet goed genoeg daarvoor. Dus nee, een fixer is nodig om voor je contacten. Voor welk verhaal is op dit moment belangrijk om te vertellen? Om dat zeg maar ook te achterhalen eigenlijk. Dus zoals ik gisteravond dan weer voor het eerst mijn fixer zie. Behalve dat het leuk is om elkaar weer te zien, bespreek je ook met elkaar van oké, wat is er op dit moment aan de hand? Wat is belangrijk? Welk verhaal moeten wij gaan vertellen hier in Odessa of in Mykolaiv of Gerson of misschien verder naar het oosten? En wat is er dan mogelijk? Hoe zit het met de veiligheid? Een fixer is echt van levensbelang en krijgt ook natuurlijk te weinig credits voor zijn of haar werk. Haar werk ook. Hier in Odessa in de stad werk ik bijvoorbeeld met een vrouw die normaal gesproken een tourguide is in de stad. Die vesten en helmen die zijn echt nog heel hard nodig. En dus vooral ook, hè, ik kan me voorstellen dat we nu zo'n paar maanden in de oorlog, dat veel journalisten daar nu goed, hè, dat die voorzien zijn. Maar juist inderdaad die fixers en die chauffeurs, die hebben ook allemaal goed materiaal nodig. En die zie je soms wel rondlopen met, ja, dan een vest sowieso in het groen, zeg maar, of een camouflage kleuren, wat je beter niet kunt doen als journalist. En dus ook niet als fixer, omdat je dan nog meer een target, in principe een target wordt. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat je juist met je pers op je borst een target bent. Dat zou niet zo moeten zijn, maar dat kan wel in de praktijk zo zijn. Dat hebben we ook wel gezien hier. We hebben het natuurlijk eerder gezien in Syrië, waar IS eigenlijk het juiste ook gemunt had op journalisten. Het is van levensbelang. Juist in een oorlog om mensen te hebben die het verhaal vertellen zoals het is. Die laten zien wat er gebeurt. Die het verhaal ook vertellen om mensen in de rest van de wereld betrokken te houden bij wat er gebeurt in Oekraïne. En zeker hier in Oekraïne, de lokale journalisten kunnen dat niet zonder de ondersteuning vanuit het Westen nu in dit geval. Met vesten, helmen, voor hun eigen bescherming. En daarnaast eventueel apparatuur en andere ondersteuning. Maar journalistiek is in een land nu als Oekraïne echt van levensbelang, is zo ontzettend belangrijk. Dus dat ondersteunen is ook heel erg belangrijk. Ik ben gewoon heel blij dat ik namens Free Press Unlimited mijn werk op deze manier kan doen. Dat ik goed materiaal bij me heb, zoals vest en helm. Maar ook nog eens, inderdaad, voor fixers, voor drivers, voor de mensen met wie ik werk, ook nog weer dat mee kan nemen. En dat is voor een freelancer soms heel lastig. Dus dat vind ik heel fijn dat het kan.